Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Mijn naam is Rosanne en ik ga vandaag weer vloggen tot en met zondag. Het is vandaag namelijk donderdag, bijna 6 uur en ik moet straks weg, want ik ga eventjes naar Gorinchem toe. En daar ga ik eventjes wat cadeautjes kopen voor de babyshower die ik samen met de zus van mijn vriendin organiseer, want zaterdag is een babyshower. En dan ga ik even een drankje drinken met Roos en Marije. Dat is mijn vriendinnetje die vanaf juni vorig jaar in Amerika was. Die was daar aan het stage lopen voor de opleiding. En zij was vorige week teruggekomen en het was dus hoog nodig tijd om er eens even bij te kletsen. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst even met mijn make-up bijwerken, want het ziet er gewoon verschrikkelijk uit. En dan pak ik mijn spullen en dan ga ik zo de hort op. En dan zie ik je zo meteen als ik weer in Gorinchem ben. Zo, het is bijna 6 uur. Ik ga... Nee, het is al 6 uur geweest. Nee. Het is kwart over 6. Oh, mijn haren. Waarom? En ik ga weg. Het is hier vet donker trouwens. Het enige waar het licht is, is hier. Ja. Nou, daar moest ik nog op je wachten of kan ik gaan? Hè? Moest ik nog op je wachten of kan ik gaan? Nee, maar gaan we. Maar ik snap niet waarom jij als het ding niet hebt gekoppeld met jouw televisie. Omdat ik het niet snap, hoezo? Nou, wil je weten hoe dan? Ik heb er nou geen tijd voor, ik ga nu weg. Aju! Nou, doei tot vanavond jongens! Oké, let's go. Oh, je ziet hem echt heel goed hier, prachtig. Nou, niet dus. Oké, ik zit nu in de auto, ik ga nu weg. Ik weet nog niet of ik mijn telefoon neer ga zetten, want dat vind ik niet fijn. En dat is mijn broertje. What's up? Hallo, jij gaat? Ik ga ja. Niet doen! Maar doe hem weg! Doe hem dicht! Oké, dat was mijn broertje die vervelend liep te doen. Maar ik zit dus in de auto en ik ga nu richting Gorinchem. Het is al bijna 5:10 en ik had gezegd dat ik om 7 had afgesproken. Maar ik wil eerst nog eventjes langs de Hema, Sena, weet ik veel wat, Zeeman, Kruidvat. En even spulletjes kopen voor de babyshower van Wen. En dan ga ik nu heen. Ik hoop dat het meevalt op de weg, want... Ik heb niet echt veel zin in drukte, maar het is wel spits denk ik al voorbij. Dan rijd mijn broertje weg. Yo. Oké, ik ben nu in Gorinchem aangekomen. Ik sta in een parkeergarage en het is 7:15. Dus ik loop heel even snel naar de winkels toe. Ga ik even wat dingen kopen. En dan komt Roos en Marije zo naar de Hema toe. En dan gaan we even verder shoppen. En dan gaan we lekker een drankje drinken. Nom nom nom. Huh? Kijk eens wie er is. Roos en Marije. Nee, wil je anoniem zijn? Mag niet. Ik ben hartstikke mooi. Nou, is niet zo vervelend. Ik ben niet vervelend. En we gaan lekker een wijntje drinken. En dan gaan we proosten op de terugkeer van Roosje. Woe! En hier is het pakketje wat ik heb gehaald voor Wendy. Ook heel leuk. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik was gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Ik kreeg namelijk gisteren een aanval. Ik kreeg allemaal vlekken voor mijn ogen. Dat was super eng. En daarvoor ga ik vandaag ook even naar de patiënt of naar de dokter misschien. En even kijken wat hun dan daarvan zeggen. Want het is best freaky als je op een gegeven moment niks meer kan zien uit je ogen. Alleen maar heel wazig. Dus dat is best vervelend. Ik ga me eigenlijk even aankleden. Heb ik al gedaan. Opmaken. En dan ga ik over de 1:45 weg. En dan ga ik weer eerder werken. En dan ga ik eerder weg omdat ik weg moet. En op de en zo. Oké. Ik ga verder. Zo, ik ben weer thuis van werken. En ik ga zo meteen even naar de opticien toe. Want ik heb 2-3 maanden geleden ongeveer heb ik voor het eerst last gehad. Nou, ik had er al wel eens last van gehad, maar niet zo erg als toen. Het werd heel erg wazig voor mijn ogen. Ik zag allemaal vlekken. Het was net eigenlijk, je weet toch als een auto, als het heel erg heet is, dan zie je die hitte eraf komen. Dat zag ik dus voor mijn ogen heen. En dat vond ik heel erg eng. En ik heb er best wel lang last van gehad, 1 uurtje of 2. En daarna werd het gewoon heel erg pijnlijk, want dan kreeg ik hoofdpijn ervan. Was niet prettig. En wanneer was het? Woensdag. Was ik gewoon aan het werken. Op een gegeven moment zag ik het weer heel erg slecht. En dit was erger dan de vorige keer. En ik zag best wel lang niks. Ik heb bijna heel de dag er last van gehad. En ook heel veel hoofdpijn weer. Dus baalde ik echt ontzettend van. Dus ik dacht, het gaat vast wel weer over. Nou, dat was ook overgegaan die dag. En gisteravond ging ik met Roos en Marije een drankje drinken en even spullen kopen voor de babyshower. Zaten we een drankje te drinken en toen kreeg ik het weer. En het was zo raar, maar ik heb nou een afspraak gemaakt bij de opticien. Dan ga ik er zo meteen heen. En dan ga ik een oogtest doen en misschien moet ik een bril, dat weet ik niet. Ja, dus dat was eventjes
wat er nu gaat gebeuren. Dus dat. De video is dus opgenomen. Jee. En hij komt binnenkort online. Wanneer eigenlijk? Ik denk eind van deze maand of in februari. En het is best wel leuk, want ik laat even zien hoe de app werkt. Afvallen met weetbadjes helpt echt. Ja. Nee, maar goed, het is nu bijna tijd om te gaan. Dan ga ik eventjes nog even relaxen. En dan ga ik straks naar de opticien toe. Ik ben echt benieuwd. Oh ja, ik moet nog even een pakketje inpakken. Kijk. Dat heb ik gekocht voor Wendy. We doen het met een groep, dus dat is hartstikke leuk. En zal ik er een kleine shoplog van maken? Van wat ik allemaal heb gekocht voor de baby. Echt, ik vind kleertjes shoppen voor baby's zo ontzettend leuk. Echt, oh my god. Ik heb deze gekocht. Oh, er staat I will this house. Echt heel erg leuk. Ik vind het echt zo schattig. Oh ja, een broekje. Gewoon een simpel broekje. Echt heel erg leuk. En dan eroverheen dit shirtje. Hey little one, welcome to the world, the big world. Maar ik vind hem gewoon heel erg schattig. En besef me nu pas dat baby echt mega klein zijn. Leuk man. Even kijken, heb ik dit shirtje gekocht? I love you very much. Zo lief. Ik moet ook een baby. Ga ik ook een kleertje kopen. En ik heb dit verkeerde kant. Ik heb dit schattige broekje gehaald. En die peertjes, ik vind het zo leuk. Even kijken. En dan heb ik nog als laatste, qua shirtjes en zo, dit super cute shirtje met dat beertje erop. Ik vond het echt zo ontzettend leuk. Heel met mijn nopjes. En deze sokjes bij dat pakje met die beren. En er staat ook I love you very much. En dan hebben we nog een mutsje gekocht. En hier staat dan op Little Gentleman. Zo leuk. En nog een blauw mutsje. Oké, tijd om te gaan. Ik ga naar de opticiënto. Het is nu bijna 5:30 en het moet om 30:30 zijn. Gaan we bovenlangs? Ja. Oké. Ik ben dus weer terug. Ik loop in ieder geval naar huis toe van de supermarkt en van de opticiën. Ik heb mijn ogen laten opmeten en er is niks aan de hand. De sterkte zijn gewoon goed. Maar ik denk wel dat ik last heb van oogmigraine. Dus als het aanhoudt, even een dokter. En ik ben naar de supermarkt geweest. Even boodschappen gehaald vanmorgen. Jongens, ik ben het helemaal niet gewend. Ik ben met de hijgen hier nou. En ik laat zo wel even zien wat ik gehaald heb voor de baby shower. Zo, ik ben nu heel even thuis. Ik heb me even omgekleed. Ik heb nu mijn wintertje trui nog aan, mijn kersttrui. Maar dat vind ik gewoon heerlijk zitten. Hij heeft van de vlies aan de binnenkant. Love it. Wat ik nu ga doen is even mijn kamer even doen. Daarna ga ik dit pakketje heel even in orde maken. Ondertussen nog even eten. En vanavond ga ik even lekker YouTube filmpjes kijken. Even bloggen. Video's editen. En gewoon even lekker chillen. En morgen is dan die baby shower. Daar heb ik echt heel zin in. Ik ga morgen vroeg weer uit bed om die hapjes te maken. En dat is zo lekker. Ik ben helemaal vergeten om wat tegen jullie te vertellen. En ik snap ook gewoon niet waarom. Ik heb twee dingen te vertellen namelijk. Want ten eerste, ik heb een nieuwe baan. Yay! Ik ben zo excited. Ik heb dus een nieuwe baan. Ik start per 1 februari bij mijn nieuwe werkgever. En ik ga daar echt doen wat ik leuk vind. Dus administratieve taken, secretaressentaken. Maar ook een beetje PR. Echt van alles en nog wat. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt gewoon niet wachten om te gaan beginnen. Dus dat is het eerste leuke nieuws. Ten tweede, ik ben weer begonnen met de weetwatjes. Nou ja, of ik dan leuk moet vinden. Nou, het is leuk, weet je. Ik vind het niet erg. Want ik vind eten gewoon heel erg lekker om te eten. En op deze manier hou ik ook gewoon bij met wat ik eet. En val ik daar ook daadwerkelijk door af. Het nadeel daarvan is, tenminste wat de minder leuke kant daarvan is, is dat ik natuurlijk ook ben aangekomen. Anders zou ik niet aan de weetwatjes beginnen. Ik begon namelijk niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, 2015. November 2015, ja. Ja, begon ik op 87 kilo. Ik was echt een zwaar. Kijk, ik ben maar 1,68 meter, dus dat is gewoon veel te zwaar. Kijk, in verhouding klopt het wel. Maar het is niet dat ik me eigenlijk fijn mee voelde. Ik zag gewoon dik uit. Maar ik ben dus weer begonnen met de weetwatjes. En ik was op een gegeven moment naar de 73 gegaan.
En nu ben ik weer aangekomen en woog ik laatst weer 80. Kijk, het is niet dat ik me eigenlijk voor schaam. Ik begrijp best dat niet iedereen te koop loopt met zijn gewicht. Omdat misschien de mensen voor schamen of zoiets hebben van dat gaat je niks aan. Ik ben er heel erg open over. Ik weeg nu gewoon 80 kilo. En afgelopen maandag ben ik dus begonnen. Het is nu vrijdag. En tot nu toe gaat het goed. Ik hou me aan het schema. Ik eet gewoon goed. Ik eet gewoon gezond. Jammer genoeg hou ik nog wel punten over. Ik moet namelijk 30 punten per dag opmaken. Dus de video die ik vanmiddag heb gefilmd ging daarover. Over dat ik begonnen was met de weetwatjes. En hoe dat gaat en hoe dat werkt en wat het nou precies is. En ik zal het even laten zien. En voordat ik de video ging filmen had ik 9 punten over. Ik heb nu inmiddels al mijn punten opgemaakt. En je ziet ook dat ik 37 week extra over heb. Ik heb er normaal 42. En ik heb er 34 gebruik van de 30. Kijk, je hebt een week extra en die moet je eigenlijk ook opmaken. Maar dat vind ik onmogelijk. Ik mag zoveel eten. Dat ik het gewoon niet opkrijg. Ik weet ook gewoon niet hoe ik hem om moet krijgen. Dus dat heb ik na het weekend voor. Dat komt wel goed. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. Ik ga me zo klaarmaken. Ik heb zometeen een baby shower van Wendy. En die heb ik samen georganiseerd met haar zus. En nu ga ik even naar beneden doen. Dan ga ik even wat eten. En dan ga ik een video opnemen nog even snel. En dan ga ik weg. En dit is de blouse die ik aan heb. Ik laat zometeen nog even zien wat ik aan heb. En laat ik het even goed zien. En dit is de outfit die ik aan heb. Ik heb een blouse aan met hakjes erop. Ik heb geen idee waar die van is. Mijn rokje is van H&M. Panty Pri. Schoenen in een winkeltje in Rotterdam. Mijn choker is van... ik weet niet hoe die zaak heet. En mijn ketting is van Zinzi. En I'm ready to go. Oké, ik ben aangekomen bij Wendy. Tenminste, haar oudershuis. En daar gaan we de baby show houden. Het is iets over 2. En we gaan nu eerst even alles klaarzetten. En dan heb ik er echt zin in. Ik ben echt zo benieuwd wat ze daarvan gaat vinden. Ah, wordt leuk. En dit is het eten alvast. We hebben allerlei lekkere dingetjes gemaakt. Wordt echt zo leuk. Zo, ik ben weer thuis, baby show. Het was echt super gezellig en echt leuk. Ik heb niet echt gevlogd, want er waren ook allemaal mensen die... niet echt per se op YouTube willen. Dus daar heb ik ook respect voor. En nu ben ik samen met mijn liefje. Zijn we weer. We hebben lekker wat te drinken. Dit is een cocktail. Echt aan te raden. Hou je van rode vodka en zoete drankjes. Dit is een strawberry. Hoe spreek je dat uit? Daiquiri of zo. Daiquiri. Dit is een cocktail. Echt super lekker. En ze heeft nog Patrick of van vroeger. Vroeger. Echte. En ik heb hier nog een Hugootje, lekker witte wijn. En we zijn nou lekker van de cocktail. We gaan zo meteen denk ik het weer gaan doen zo. Filmpje kijken. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Het is netjes. En dan gaan we dan straks even lekker chillen op bed. En hier heb je trui aan van Lofies. Nee, Forever 21. Forever 21, en die is leuk. En aan de zijkant. Oh my god, dat is echt super leuk. Er staat er Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hij is echt, echt leuk. Geniaal, hè? Ja, hij is leuk. Oké, we gaan even verder drankjes drinken. Nam nam. Oké, we hebben dus een pizza gehaald. Sorry, ik moet je toch even filmen. Ik vind het toch echt hilarisch. Hoeveel zit je dat, Shell? Ach, Roshi, wifi toch. Wij gaan even een lekker film uitzoeken. En dan gaan we even lekker chillen op bed. Onder de dekens. Dekentje? Ja. Kussens? Ja. Drankje? Ja. En lekker chillen. Oké, status van nu. Oh ja, doe alsjeblieft. Oh! Hey, Sanne, voel jij je ook zo knap? Ja! Hey, Sanne, voel jij je ook zo knap? Ja!
stuurde me even zo. Ga je verhaal filmen. Oh, dit is allemaal al gedaan. Allang. Oh, dat heb ik heel snel gekeken. Vanaf hier, nu. Kijk. Hij is cool. Ja. Wat is een foto? Wacht even, hij is bijna. Ik zie hem nog een scherm. Oh, ik sting een scherm. Die moet ik echt omslaan. Het is handig om eerst even te kijken. Lekker. Roos, als ik een man was met een baard en een sik, dan vond je me echt fucking sexy. Oh, non snel. Het is echt gewoon geweldig. Oh, ik god, Rosanne. Ik ben weer samen met Belly. Then I shut up. And drink a little bit more. Fuck off, Rose. Fuck off. Onze status nu is... happy. We zijn naar huis. Ja, maar we hebben nou nog samen een drankje. Omdat, just whip my hair. Just whip my hair. My hair back grond. Het gaat al heel de avond zo. Het is al vet geniaal. Ja, dat wil ik even melden. Gewoon dat het vet geniaal is. Goedemorgen mensen. Zoals jullie zien sta ik niet in mijn kamer. Maar sta ik in Doorn. We gaan namelijk lopen. Mijn moeder en ik. Ik en mijn mama. Hi. Hi. En... wat gaan we doen? Ze wilde niet die van 3 uur, want daar is ze te lui voor. Dus we doen denk ik die van 1,5 uur. De Kaapse Bossen gaan we doen, dat is rood. Dat is rood. Het postweg is 1 uur en 3 kwartier. Vind je dat niet beter? Dat kunnen we ook doen. Dus heb je ook wat meer pret? Wat meer pret? En hoog zand. Hoog zand is 1 uur en ook 3 kwartier. Of nee. Een kwartier. Ja, 1 uur en 1 kwartier. Ja, ja. Ook goed hoor. De postweg doen? Ja. Hebben we hier dus niks aan? We komen straks langs het tankje en gaan koffie drinken. Ik ben bepakt en bezakt. Ik heb de rugtas. En we gaan een leuke tijd van maken. En ik ga het foto's maken, filmen en kou leien. Goed idee. Dan voel je eigen. Fantastisch. Lekker een cappuccino. Nam nam. Nam 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 nam. Hoe is je kijk? We praten niet meer over. Oké. Okay. Ik ben weer thuis van een lekker dagje in het bos. Lekker 9 kilometer gelopen met mijn moeder. En inmiddels hebben we ook al gegeten. Ik heb couscous op en wauw, mijn camera was even donker. Mijn excuus. Maar het was ook echt super lekker couscous. En ik heb echt een paar heerlijke dagen gehad. Ik heb echt genoten. En ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie gewoon volgend weekend weer. Doei doei!